De ontsluiting van het binnenland moet een van de hoogste prioriteiten van de regering worden. Wil ze dat de economie echt herstelt? Dat zegt de districtscommissaris van Boven Saramaca, Walter Bonjasky. Volgens hem kan het binnenland een grote bijdrage leveren aan de economie als elk dorp over land bereikbaar is. Het binnenland is erg in trek bij ondernemers in de houtsector. Er zijn miljoenen US-dollars te verdienen indien het binnenland voor een ieder bereikbaar wordt, benadrukt de DC. Hij is ook voorstander van het ontwikkelen van de toerisme sector. Nou, het is een heel goede ontwikkeling. En ons idee in de toekomst is de wegen te asfalteren. Op het moment dat je de wegen kunt asfalteren, dan krijg je veel mensen in het gebied. Kijk, veel mensen trekken nu van het gebied naar Paramaribo. Omdat ze hebben geen goede infrastructuur. Als we een voorbeeld moeten nemen, kijk Afobakar. Toen ze de wegen hebben geasfalteerd, de mensen zijn teruggekeerd naar hun gebied. En als het werk naar Pusugroen geasfalteerd is, dan komen de mensen weer. Want ze kunnen makkelijk naar Paramaribo gaan om spullen te kopen of om hun producten af te zetten. Maar als je geen infrastructuur hebt, dan kan dat niet. Bonjasky vindt dat de regering haast moet maken om het grondenrechtenvraagstuk voor eens en voor altijd op te lossen. Het probleem is dat men in Paramaribo wil beslissen wat ze... Dus in Paramaribo beslist men voor de mensen. Maar dat ding moet in samenspraak gaan met de mensen, dan krijgen we een oplossing. Dus de mensen hebben een idee hoe ze dat willen oplossen. En samen met de overheid, als we de twee gedachten bij elkaar brengen, dan komen we zeker een oplossing. Dat is het. Is er wel eenheid in het binnenland zelf? Zeker is er een eenheid. Want de Okanders en de Matawariërs en de Kwege en de Saramakers, die hebben altijd samen gewerkt. Er waren altijd een eenheid. Maar er zijn mensen die tweedrachten willen saaien binnen de verschillende stammen. En dat gaat ook niet lukken. DC Walter Bonjasky van Boven Saramaca. Hij is voorstander van algehele ontsluiting van het binnenland. Daarnaast ziet hij graag dat het grondenrechtenvraagstuk zo snel mogelijk wordt opgelost.